Welkom bij Track Record, de podcast van de Vlaamse Atletiekliga. Ik ben Milan en vandaag twee interessante gasten bij mij. We hadden kunnen carpoolen vanuit Leuven naar onze studio in Antwerpen, <laughs> want alle drie uh, in Leuven woonachtig. Victoria Warpie, afgelopen zondag nog zesde bij de vrouwen op het uh, bk lopen. Welkom. Dank je, dank je. En uh, naast haar zit Pieter de Smet, coach en uh, voormalig specialist van het veldlopen, mag ik toch wel zeggen. Ja, ja ook inderdaad. welkom. Dank je. Ja, ik, ik wil eens beginnen met op dat BK um, terug te blikken. Um, zullen we zullen beginnen bij de, de atleet. Um, hoe heb jij die, die wedstrijd ervaren in Hulshout? Mij was vooral zo stress onder controle houden. Ik denk dat dat voor mij de eerste keer was dat ik echt zo'n ervaring heb mogen meemaken: dat, dat er zo'n selectie aan gekoppeld was. Maar de wedstrijd zelf ja, het was heel modderig. Ik denk dat iedereen daar al, <laughs> al over gepraat heeft. Maar um, ja, pittig, hè? maar wel leuk. ja. Om zeker omdat het dan ook gelukt is om bij de selectie te eindigen. Dus dat was een heel, heel leuke ervaring. Mm -hmm. ja. Want uh, hou je van zo'n stevige modder? Want je zag achteraf wel echt atleten met benen die volledig uh, bruin van de modder zijn. <laughs> het was wel extreem. Er was zo'n stukje in de bos dat echt wel bijna meer zwemmen was, soms vond ik, dan echt lopen. Dus Misschien dat, dat dat iets minder mijn ding is, maar in het algemeen zo wel echt zo'n stevige cross is wel, allez, vind ik wel tof. Yeah? Ja. ja? toch wel. Ja. Want je zou misschien denken atleten, allez, je bent relatief nieuw in atletiek, atleten die al van een zes jaar door de modder lopen, dat die daar misschien iets meer gevoel in hebben, ik weet het niet hoor. Ja, nee, dat is waar, dat merk ik wel. Hè. Zo, zo zeker zo de stukken met veel bochtjes of, of echte echte grote modderstukken merk ik wel dat ik zo wel nog een beetje achterloop op de andere. En dat dan eerder zo de langere stukken, dat ik daar eerder zo wel wat aanpik. Um, maar ik denk wel dat je dat snel leert, hoe dat je Daarin moet anticiperen. Mm -hmm. dus, ja. En op voorhand, of van ruim op voorhand, zelfs, was duidelijk van de top 6, um, mag naar het EKV lopen. Waren heel duidelijke selectiecriteria. Um, start jij dan ook met die, die, die duidelijke ambitie van ik wil of ik moet in die top 6 eindigen? Wel ja, dat was grappig, want eigenlijk was ons plan om Valencia te lopen, de marathon, okay. uh, nu in december. En ik denk oh. dat inderdaad dat dan de selectie, uh, dat dat doorgekomen is ergens in juni of, of juli. Nee, dat heel eerder later, denk ik. En toen we dat hoorden, was dat zowel van ja, wow, stel je voor dat dat zou lukken. En dan zowel eerst nog wel even afwachtend, want ja, je weet nog niet wat er gebeurt. En toch nog even wel gedacht van nee, we gaan toch Valencia in de achterhoofd we blijven voor Valencia mm -hmm. gaan. En ik denk dan toch vrij snel, ik denk september of zo, dat we toch geschakeld hebben van oké, okay, er bestaat toch een kans dat ik er toch eventueel bij kan zijn. Ja, um, ja, ja, ja. We gaan daarvoor gaan. En ja, dan is vrij snel wel de klik gemaakt van oké, okay, nee, die marathon, kei jammer, want ik was daar wel al voor ingeschreven ja. en zo en had ik nog altijd kei veel <laughs> zin in. Maar ja, bon. um, ja, dat was wel snel geschakeld van we gaan echt op mm -hmm, die kans mm -hmm. gaan. Dus. We gaan straks zeker nog over jouw marathoncarrière ook hebben. Um, hoe heb je die wedstrijd een beetje ervaren? Vanaf welk moment begon je? Een, een beetje zekerheid te krijgen in jouw hoofd van het gaat mij wel lukken, die top zes? Ik denk zo, bij de, de start was het wel even spannend. In van, dan moet je je echt al zo wel wat beginnen positioneren, denk ik. Maar dan voelde ik, ik kwam dan vrij snel bij Sofie terecht. En ik, ik had dat wel zo in mijn achterhoofd. Van, ik ga Sofie blijven volgen of zo. En als, ik dat, als me dat lukt, dan komt het wel in orde. En ik denk vanaf dat ik zo voelde van oké, okay, ik, ik, ik kan dat tempo wel aan, ik, ik ga er niet te ver, allee, ze maakt niet te veel voorsprong op mij of zo. Mm -hmm. Ik denk dan zo naar het einde toe dat ik wel zo begon te denken van oké, okay, als ik dit nu gewoon even doortrek, dan kom ik er wel of zo. Okay. Um, okay. Maar ja, je zet er pas zeker van als je over de streep loopt nee, natuurlijk. Nee. Dus, ja. En Sophie Sophie van Akkom. Ja. ja, Sophie van Akkom, sorry. Ja, ja, inderdaad. Luisteraars zijn mee met de achternamen. Ja. Um, Pieter, je hebt die vrouwenwedstrijd ook met grote aandacht gevolgd, stel ik Jou, uh, uh -huh. jouw partner Hanna van den Bussen zat in die wedstrijd. Uh -huh. Hoe heb jij die koers uh, die uh -huh. bekeken? Goh, ik heb er niet veel van gezien. <laughs> dus, uh, Hanna is uitgestopt na een ronde en een half ongeveer, het stukje modder, waar je het net over had. Uh, en ja, eigenlijk vanaf dat moment heb ik nog weinig gezien van de wedstrijd. Ze dus uh -huh. hebben gewoon zal me even gaan handelen, naar de auto gegaan En dan, die stond zo echt aan de start. Dus ik kon dan nog een beetje kijken van uh, wie dat zich ging selecteren en zo. Uh, dus ja, dat was een, een mindere wedstrijd voor, ja, ja, ja. voor Hannah, spijtig genoeg. Is hij gevallen of uh, wat was hij aan de hand? Nee, nee. Ja, uh, well, heel drukke periode. Uh, nieuwe job of een deels nieuwe job gestart. Uh, het tweede boek dat net is uitgekomen. Uh, Heel veel dingen samen, dus mentaal zat het nee, niet ja. zo goed. En ze was eigenlijk al niet van plan om te starten. Ja. Uh, en dag ervoor was ik nog eens naar het parcours gaan kijken. En dan was van: zou we toch niet overwegen om <laughs> het toch te proberen? Want er ligt wel modder ja, en dan gaat dat gaat er wel beter heen, af. Ja. Uh, maar ja, het ging niet. Ik uh, ja. denk vooral mentaal dat, dat, dat het lastig was. Want allee, fysiek naar Ronde Alp zou je toch nog op zich ja, ja, ja. nog niet te hard mogen aan het afzien zijn. Ja. Dus, uh, dus voilà, een spijtige. Mm -hmm. Spijtig, maar het is zo. Is het dan een grote tegenvallen voor jullie? Of hadden jullie daar op voorhand al wel gezien de omstandigheden wat je net vertelt van al haar werk en zo wel al een beetje. Goh, nee, het was niet dat dat ik zeg maar, een hoofddoel was om allez, naar het EK te gaan. Uh, het is eigenlijk een, een, een jaartje of zo dat een klein beetje minder gaat, als ze niet die, die vorm heeft van de, van de voorbije jaren. En dan was het eigenlijk gewoon. Gewoon van ja, kijk, je moet wel keuzes maken. Wat gaat je doen? Je moet ja, ja. alles blijven doen. Ja. Want en... zij zei mij, ik weet niet meer hoe lang het ondertussen geleden is. Ik denk een jaar of zo geleden, mm -hmm. zei ze dat ze aan het stoppen was aan het denken. Maar dat is er dan toch nog niet van gekomen. Wow, ze is al veel aan het stoppen gedacht. <laughs> maar het, het komt er eigenlijk nooit van. Ze, ze loopt veel te graag, denk okay. ik. Uh, en ook zo graag de crosscup dat ze eigenlijk uh, altijd wel zal blijven doen. Um, maar eigenlijk, dan heb ik tot even denken: januari, februari dit jaar heb ik, was ik ook de, de trainer. Dan heeft een tijdje uh, Kunt ja. En dan de strijd over de overwinning bij de vrouwen. Ik weet niet of een van jullie twee de kans heeft gehad om die goed te zien, of anders moet ik het zelf vertellen wat ik ervan gezien heb, maar ik uh... heb uh, de samenvatting nog <laughs> zelf ook gezien op, op tv. En... Krijg jij daar iets van mee wat er voorin gebeurt of ben je zodanig op jezelf gevoerd? Nee, dat is weinig. Hè? Allee, je hoort dan zowel een beetje passeren van: ja, laatste ronde gaat in voor Chloe en voor ze dus hmm. ook heel klein beetje, maar het is echt pas daarna dat je dan ja. hoort. Ah ja, wacht, wie, wie was er eerst, wie was mm -hmm. er tweede? Chloe wist ik al wel vrij snel. Want op maar... voorhand was, was er een tweestrijd een beetje verwacht. Chloe RB ja. versus Lisa Roms, maar die kwam er dan niet echt omdat, omdat Chloe te sterk was. Hè? Hadden jullie dat verwacht? Of? Um, gezien de omstandigheden wel, in de zin van dat Lisa toch wel wat, wat training heeft gemist met de, de blessure die ze gehad heeft een ja, maand geleden of een maand en een half geleden. Dus ja, ze had nog geen wedstrijden gelopen, uh, zal heel veel basis gewoon gedaan hebben en weinig specifiek. Uh, dus dan kun je er denk ik wel van uitgaan dat Chloe zou beter zijn. Je weet natuurlijk nu dat ze zou... Reageren op uh, de marathon die nog uh -huh. niet zo heel lang uh, geleden was van haar. Maar in de aflossing denk ik had ze ook al gelopen. en Dat zag er ook ja. al heel uh -huh. goed uit. Dus dan wist je wel van, dat komt wel in orde. Um, maar je weet nooit, het is altijd, zeker nu in deze man, is het veel het parcours die, uh -huh. die beslist wat de, allez, wat de plaatsen zullen zijn, wat de verschillen gaan zijn. Uh, dus ja, dus dat was altijd nog een beetje afwachten uh, tot, de, tot de dag zelf. Wie had je als winnaar is op voorhand getipt, uh, Victoria? Ik vind dat heel moeilijk om op te antwoorden. Ik denk wel inderdaad zoals dat Pieter zegt, dat het al sowieso wel al... Alleen, dat we wisten van Lisa dat ze dan die blessuren ook had. Ja. Dus dat dat sowieso wel al wat spannend ging zijn van hoe dat ze daar ging uitkomen. En ik denk ook wel zo... Uw eerste wedstrijd, dat toch nooit helemaal zeker van hoe gaat dat voelen. Ja, ja, ja. Het zijn ook wel wat angsten. Dus ik denk dat ik ook wel misschien eerder dan aan Chloe had gedacht. Omdat, ja, die, die zat gewoon supergoed. Die kwam ook net van voor een mee. Inderdaad, haar marathon geknald. Um, dus, allee... Door die dingen denk je dat wel dat Chloe er iets beter uitkomt op dat moment. Maar mm -hmm. die zat even goed ja. uh, het kunnen winnen, denk ja. ik. Want Chloe heeft wel heel snel die switch gemaakt van die marathon naar, uh, naar die cross. Mm -hmm. Want een maand is niet zo lang uiteindelijk. Ja, Als je nee, bijvoorbeeld nee. ziet, en, en Michael Somers heeft daar toch uh, ook moeite mee. En, en, en hij is zeker niet de enige. Dus dat is wel een knop die ze snel heeft kunnen omdraaien, precies. Ja, dus ik denk allez, dat is zeker te doen. Een maand erna. Kan zij dan in, in topvorm zitten? Dat waarschijnlijk nu, nu niet. Maar dat valt wel te combineren. Uh, ik denk dat er al geregeld mensen zijn geweest die ik zeg maar, in Berlijn- of een, een najaarsmarathon hebben gelopen. en die dan toch al direct weer de crossen meepikken. Ja. Het is zeker te doen, maar ideaal is het natuurlijk niet. Ja, ja. Uh, maar ik denk dat er dat heel veel ook niet zouden doen. Maar het, was gewoon, het is Brussel. Dus ja, ja. dan kunt je al eens, uh, een beetje meer risico nemen. Hè. Ja, ja, ja. Dat zag je wel bij veel mensen op het BK. Ja. Enfin, het BK is elk jaar wel, wel goed bezet. Ja. Um, maar nu had je toch wel echt het gevoel van iedereen wil erbij zijn, hè? omdat de EK nou, en, uh, in Brussel is en de selectie, mm. alleen de tickets werden daar op ja, het BK en, verdeeld, natuurlijk. En ook de periode, ik denk, vroeger zag je dat heel veel als het gewoon crosscup was met al een Belgisch uh, kampioenschap. Op het einde van het seizoen, dat, na nieuwjaar, beginnen er een paar af te haken of gaan ze kiezen voor indoor. Ze is het best ervan af. En dan zijn er altijd al een paar afwezigen op, uh, op het Belgisch, terwijl mm -hmm. nu, het is begin van het seizoen, iedereen is erbij. En dan nog eens zeker. Ja. Doordat door TK in, uh, in Brussel is, denk ik dat, allez, dat er zo extreem veel atleten aanwezig waren, of mensen die het misschien anders zouden nog links vallen, maar dan ja. denken van ik zal het toch iets proberen, je weet nooit. Want een BK in uh, november, dat, dat was wel een primeur. Zijn jullie daar fan van, of liever in februari? Ik denk dat ik, ik heb super weinig ervaring. Hè. Dus voor mij is, ja, vorig jaar was het de eerste keer dat ik, een, dat ik het BK ooit had gelopen. Ja. En dat was toen Brussel. Ja, persoonlijk vond ik dat wel... Ja, ik had meer tijd gewoon, hè. Uh, dus ik had toen wel meer het gevoel, denk ik, dat ik echt beter in vorm was of Dat er meer tijd was. Nou ja. Maar verder vind ik dat, persoonlijk vind ik het moeilijk om te vergelijken. Dus ik denk dat dat beter een vraag is voor, uh, mm. voor Pieter, omdat je al veel meer ervaring hebt. Wow. Toen ik het eerst hoorde was van, oh nee, dat is, dat is Tom, liever gewoon einde van het seizoen en dat is de, de afsluiter, om, om zo te zeggen. Net als je, ik zeg maar een week al rennen, er zijn ook wel nog een paar wedstrijden erna, maar dat is ook gewoon standaard op het einde van het jaar. Ja. Dus dat, dat vind ik wel spijtig dat dat is veranderd. Um, maar op zich denk ik dat het me nu niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk wel dat dit jaar een verschil zal maken richting allez, het verdere crossseizoen. De CrossCup is al allez, uh, beperkt qua aantal wedstrijden, zeker dit jaar. Ik uh, denk dat we nog gaan uit en die, stil die stil hebben ja. en that's it. Dan is het seizoen wel heel, heel vroeg gedaan en dan zit je toch met een lange periode. Ja, het heeft uh, voor- en nadelen. net. Dus, uh, Na nieuwjaar slecht, ja. gaat er niet meer veel op het spel mm -hmm. staan, maar het mm -hmm. voordeel was wel dat je nu een, een BK had waar er heel veel op het spel stond, ja, uh, dat je zowel de titel yeah. hebt als de, de EK-ticket. Ja, ja. En ik denk nu, of dan toch voor de categorieën waar je kon kwalificeren voor... Uh, voor, uh, voor het EK, ik denk dat iemand die nu vierde is, tevreden is. Terwijl iemand die normaal vierde wordt op een Belgische, ja, ja, tevreden ja. zijn. Zeker en, ja. en, uh, dat je naar een EK staan. Dus dat compenseert dat wel zo. Die altijd blij zijn met een vierde. Ja, ja, dus uh, dat dus, uh, Maar voor de jeugd, ja, ik denk dat zij zijn daar niet zo heel hard denk ik, mee mm -hmm. bezig zijn. Dus uh, ik denk dat dat voor hen weinig verschil maakt. Lange mm -hmm. cross bij de mannen dan. Um, ook die super sterk bezet. Um, op voorhand werden er door veel mensen pronostiekjes gedaan van wie er in die top 6 ging eindigen. Uiteindelijk heeft niemand het ongeveer juist geraden, denk ik. Mm -hmm. um, hadden jullie de wedstrijd verwacht zoals ze gelopen is? Met die, die vier die, die er dan uiteindelijk allee, op de eerste vier plaatsen mm -hmm. zijn geëindigd, waren wel, denk ik, de, op zich de verwachte namen. Hè? Ja, um. ja, ik denk. Uh... Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen nou, Ik wist het, dat dat zo ging zijn. Uh, ik ging er eigenlijk redelijk hard vanuit dat er vijf plaatsen relatief zeker waren. Uh, en dan had ik uh, Saké daarbij gerekend. Want ik vond die echt wel, wel sterk lopen. In, in Rusland is ook meestal heel constant. Uh, Marco had ik nog altijd goed verwacht, maar niet zo goed als hij nu was. Want die heeft toch Marco echt alweer ja. heel, heel sterk gelopen. Uh, dus een minder redenering dan. Je dat ik met, met Pieter Jan bezig ben. Was het gewoon van oké, okay, voilà, er is één plek kunnen over. En dat is uh, zeven, acht, negen man of zo, die daar moest voor, uh, nee. moest voor gaan strijden. Uh, en uh, ja, dan kon het eigenlijk bijna iedereen zijn. Of van die acht, negen man, zijn er misschien één of twee die het echt wel hebben laten afweten die heel ver zitten, waarom weet ik niet? Uh, maar dan ja, hangt het gewoon van de, de dag af. en de Vorm van de dag eigenlijk, die, die alles beslist, nee. denk ik. Hè. Nee. Want hoe beleef jij dat dan als coach? Je zegt het zelf net. Je, je bent de coach van Pieter-Jan Hannes. Voor de mensen die dat niet weten, um, ja, hij loopt een hele progressieve wedstrijd, waar, waarin hij dan uiteindelijk toch steeds dichter bij die zesde plaats mm -hmm. komt en, ja. uh, en het dan uiteindelijk ook haalt. Dat was wel ja, heel mooi om te zien. Uh, stressvol, <laughs> uh, dat vooral. Um, maar hij heeft eigenlijk gewoon bijna perfect uitgevoerd, hetgene dat hij moest doen. Uh, wat de roes omdat er zoveel bochten waren, had ik gezegd: gewoon van voorzitten en je gaat zoveel energie en, en tijd winnen. Dat je goed die bochtjes kunt pakken. Uh, in een groep lopen, daarachter verlies je zoveel meters. Dus ik had ja, FZ daar een beetje geforceerd, denk ik, in het begin. Daarmee had het ook wel iets minder resultaat. was. Dus, uh, nu had ik gezegd: gewoon veel rustiger te starten, ook niet te ver te zitten. Um, maar toen ik de vrouwenkoers er nog iets van had gezien, of het stukje dat ik ervan had gezien, en ook de verschillen naar het einde, wist ik ook van het is een heel lastig parcours. Dus mm -hmm. De start maakt eigenlijk niet meer zo heel veel uit. Dus had ik eigenlijk gehoopt op een heel snelle start van een van de twee Leuvense mannen. Mm -hmm. um, iedereen die meegaat, want ze willen per se top 6 en dat hij zich rustig kon houden. Ja. En hij heeft dat perfect uitgevoerd met dan een beetje de pech van, van te vallen, denk ik al de eerste ronde, als ik mij, mij goed herinner. Um, en Daarvoor heeft hij wel eventjes wat te veel geforceerd om erbij te komen bij de, nee, nee, nee. de kopgroep. En daarmee dat hij ook direct draf moest doen, dat dan, het moment dat hij er terug bij kwam, was ook het moment dat ik weet niet meer wie echt begon door te lopen. Ja. En dan moest hij er wel af. Maar dan gewoon direct, direct gezegd, gewoon blijven lopen en niet naar kijken, ze dus gaan wel stilvallen. Mm -hmm. um, en zo schieden. Ja, <laughs> ik had niet gedacht dat hij er eigenlijk dan nog ging bijgeraken. Want ik denk dat er dan nog zes, zeven, acht man tussen hem en de zesde plek zat. Ja, ja. En ja, ik weet wel dat bijna iedereen gaat stilvallen, maar ja, er moet er maar één blijven ja. lopen en dan, dan lukt het niet. Uh, ja. maar dan... Ik vond dat het vrij snel ging uiteindelijk met het, het, het dichtlopen van die kloof. Zo het moment dat ja. ik nog dacht van dit is onmogelijk, naar het moment dat ik dacht dit gaat gebeuren, ja, is vrij ja, ja. snel gekomen zo ineens. Ja, het is dan... Allee, ik was heel benieuwd naar de rondetijden, maar de, de tijden werken niet bij de senior mannen. Dus ik had dat eigenlijk wel eens willen zien en moet nog eens de videobeelden opnieuw bekijken. Uh, zo de, de voorlaatste ronde. Uh, op de beelden zie je dat hij, het bochtje daar aan de, aan de start, zo die 180 graden, dat de koplopers net uit beeld gaan als het berg heen opgaan en dat hij nog zijn bocht moet gaan pakken. Mm -hmm. En de ronde erachter ja, scheelt dat echt wel al. Zit hij direct al heel veel, veel dichter, Dus denk ik dat hij bijna daar allee, misschien de, de snelste laatste twee, misschien zelfs drie uh, nou, rondes de Ja, ja, ja de dus slechtste sneller misschien dan de koplopers. Um, en ja, meestal is het zo in de cross, het is niet dat hij echt heel veel versnelt, of als hij al versneld maar het zijn gewoon de anderen die vertragen ja, ja, ja. Ik, uh, als je ziet hij gaat wel als zesde de laatste ronde in uh, maar de voorlaatste ronde daarvoor zitten de meeste van die mannen als Saké, somers zitten eigenlijk bij hem rond hem en ik denk in uitslag zitten die op 20 30 35 seconden wetende dat hij ook gewoon niet meer recht heeft doorgelopen de laatste ja. 6 700 meter of ja. zo dus hij uh, was hij wel goed naar naar het ja. einde toe ja maar altijd beter was sneller gedaan dan te stressen <sijf> en minder lopen, dus, uh, dus voilà. Publiek leefde ook wel mee, hè, omdat hij, <sijf> ja, ja. ja, het was een mooi verhaal hij had op voorhand aangekondigd van door mijn laatste wedstrijd ja, ja, ja. en iedereen ziet dan van, oh, die gaat hier echt nog niet op zes eindigen. Ja, dat is wel Naar dat ik uit mogen. Uh, 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 heel veel mensen die, die kwamen kijken voor hem, uh, hij kan zijn eigen ook goed verkopen. <sijf> dus, uh, <sijf> Absoluut. Uh, dus dus voilà. Dus dan dan leeft dat wel en er waren wel heel veel mensen, uh, uh, Frans supporters aan het meeleven en uh, ja, dan is het mooi als het lukt. Hè, want als je dan toch je afscheid zo aankondigt, zou uh, het een beetje spijtig zijn uh, om dan in Tilburg te stoppen als laatste wedstrijd. Voor hem is dat wel een heel mooie uh, symbolische waarde, om het zo te zeggen. Uh, maar het is toch anders als je het niet kunt doen in, uh, ja. op een EK. Dus uh, ja. zal het wel. Maar uh, ik moet wel zijn. toegeven dat ik op basis van Rousselaren en ik denk veel mensen met mij mm -hmm. al hadden geconcludeerd van uh, het zal niks worden. Ja. Ik heb uh, een heel klein beetje ook wel gepanikeerd. Allee, niet echt panikeren, maar zo van beginnen twijfelen van moet ik toch niet die laatste drie, vier weken nog iets anders gaan, aanpassen, uh, gaan aanpakken of gaan doen. Maar uiteindelijk hebben we gewoon iets veranderd en uh, gewoon op hoogte vertrokken en uh, daar de trainingen gedaan die gepland waren, of mm -hmm. bijna toch. Uh, en dan gewoon ervan uitgaan, Pieter -Jan kan altijd wat meer als het echt erop aankomen ja, om. Uh, om uh, Allee, een prestatie te halen, want ik denk in roeslaar verwacht hij misschien zelf een beetje te veel van echt gewoon mee te gaan van voor. En als je dat niet mee kunt en je moet lossen, ja, mentaal is dat wel anders. Allee, als je opgeeft of zoals hij een beetje of mentaal opgeeft zoals in Rooslare, ja, dan zit je snel een halve minuut kwijt. Terwijl gaat je er echt vervechten in de cross kan je wel nog veel, veel goed maken op het einde. Dus ik denk dat dat al heel veel scheelt. Uh, dan natuurlijk nog met, met de hoogte erbij. Uh, allee, was dat allemaal wel goed gepland ja. eigenlijk. Uh -huh. dus, uh, en als hij dan in de leidsrechte lijn nog stopt om zijn vrouw een kus te geven, ja. denk je dan als coach van loop door of kun je dat wel uh, uh, tolereren? Ja, nee, nee, want hij had ze niet gezien. Dus ik heb hem staan wijzen, dus dat, daar, dus dat hij okay. nog kon stoppen. Uh, hij, had toch, uh, hij had toch genoeg voorsprong. Maar in de koers, ja, ik zet er dan, ja, ik moet dat zeggen, ik zet er zwaar mee bezig dat je met niks of niemand nog echt veel rekening houdt. Ook op puntuen dan, ja, je zit gewoon zo te kijken. Ik zit meestal te roepen waar hij moet lopen of hoe ver, allee, Wat hij eigenlijk allemaal moet doen, zit ik meestal mm. te zeggen. Dat ik ook de rest vergeet. Dat ik ook gewoon ben uh, een lander tijd gaat gaan vragen van een lander hoeveel ronde is nog. Want allee, ja, dat was ik dan even uh, vergeten. Ja. Tot zelfs het moment dat hij bij Dorian kwam. En ervan wegliep dat ik zijn pa tegenkwam. Hè? En dan zei hij van het is in orde. En het moment dat ik zeg het is in orde, denk ik van maar loopt hij nu wel zesde. Dat oh. ik dan zijn vlucht nog eens op moest gaan tellen. Omdat uh, je, zo, ja, dat je er zo in de wedstrijd zelf zit, uh -huh. maar dan als, allez, als trainer uh -huh. gelukkig. Uh -huh. uh, en niet als atleet. Dat je, uh -huh. dat je soms <laughs> zo'n ding nog eens moet dubbelchecken. Uh -huh. dus, eh. dus voilà. Uh, ik ik wel had al liever gehad dat hij nog voor Marco ook ging. Want ik ben er wel van overtuigd dat hij die ook al nog had kunnen, kunnen inhalen. Maar ik denk dat hij dan gewoon al zo tevreden was dat hij erbij was, dat hij zoiets had ja. gevoerd. Het is uh, goed genoeg. Ja. Victoria, heb jij dan nog energie over om die mannenwedstrijd te volgen of hang jij dan ergens over een uh, dranghek <laughs> uit te heilen? Nee, tegen dat zij begonnen waren, had ik zo al, al redelijk, uh, redelijk tot, uh, tot mezelf gekomen. Of zo. Okay. Ik, heb het wel, ik heb het wel ook meegevolgd, okay. ja, okay. ja. was uh, ook een mooi moment natuurlijk, als PG het dan ook haalde. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen daar wel wat in meeleefde. Mm -hmm. <laughs> en voorin voor het podium, um, ze bleven dan met vier vrij lang samen. Isaac Imeli loopt er uiteindelijk mm -hmm. al bij al vlot van weg. Dat hadden we wel verwacht, denk ik, of niet? Ik weet niet hoe jullie dat ja, zich hadden zien ontwikkelen. Ik denk overal waar hij aan de start staat, verwacht je wel dat hij zal winnen. Ik had misschien nog een beetje meer weerwerk van, van John verwacht. Of misschien hey, man, iets meer initiatief, nee. ik zal het zo zeggen. Um, maar ook wel, van Kenia, komende twee dagen ervoor is ook niet, ja. niet echt ideaal. Allee, ideaal voor de hoogte, maar het is toch een lange trip om ja, te zien. Ja. Um, maar wie weet naar TK, dat hij daar misschien toch wel nog kan, uh, kan gaan verrassen. Uh, maar ik denk hoe dan ook in de sprint, ja, hij zag wel altijd uh, allez, uh, een streepje voor op al, uh, al die andere mannen. Uh, maar ze hebben hem toch niet... Uh, allez, toch niet gegeven voor, uh, voor het zo te zeggen. We nee, hebben toch nee. Uh, knap plastig gemaakt. En ja, ja dus dat is leuker zo dan, dan dat hij er alleen van wegloopt achter een ja. ronde. En, en voilà. Maar dat, ja. je weet natuurlijk ook nooit hoe hard allee, dat hij voluit loopt. Dat, dat is altijd zo. Dat is er maar één iemand allee, of een paar mensen die het kunnen weten en dat, is hij, ja. dat is hij zelf in zijn, zijn omgeving. Uh, want ja, allee, ik ging zeggen, als je een EK wilt winnen, dan zou er eigenlijk van die mannen moeten weglopen. Maar ik denk dat dat op zich dan niet allemaal wel een top 10 kunnen maar ik Veronderstel dat dat voor, voor later is. We gaan het er dus, straks zeker ja, nog over hebben, ja. over het EK. Um, ik wou nog even de brug maken um, via Isaac Imeli dan, naar de korte cross. Want die mm -hmm. ging daar dan voor een kleine stunt, om het zo te zeggen. Ja, door 20 ja, ja. minuten naar de lange cross met ja, ja. 9 kilometer uh, moddervreten in de benen ook nog de korte cross te doen. Vonden jullie dat? Zijn uitleg was van. Ik... Ik heb niet echt ambities op die korte cross, maar ik wil eens extra diep gaan. Kunnen jullie daarin komen of vonden jullie dat een overbodige Het was een stunt? trainingsprikkel, dacht ik ook. Hè? Dat zou nog ja. ook geven, extra. Ja, ja ik vind het straf. Ik zie mezelf het nooit niet doen. doen. <laughs> Persoonlijk. Um, ja, ik denk dat dat, dat, dat ook met de, met de trainer afgesproken was en zo. Dus, dus ik vind het wel een mooie stunt. Maar ik zou het absoluut zelf niet eens proberen, denk ik. Dat sowieso niet. Uh, maar nee. als trainer, zijn, dan kunt je er denk ik meer over zeggen of dat... dat iets is dat je oh. wordt, ja of nee, maar... Um, dat is wel iets dat, dat geregeld wordt gedaan om achter een wedstrijd mm. nog wat, allee, wat de bij te trainen Voor sommige zaken is het echt wel heel goed dat je nog, allee, nog meer spiervezels, om het zo makkelijk te zeggen, nog wat, wat spiervezels kunt gaan aanspreken dat je anders niet echt kunt doen. Als je al echt is type gegaan om nog eens mm. diep te gaan, maar op dit moment van het seizoen, drie weken voor een EK, vond ik dat eigenlijk niet zo, niet zo slim. En Hetgeen dat je er misschien kunt mee kunt winnen is misschien, als je iets al mee wint, is een, een halve procent of 0,1 procent. Maar je kunt ook doen dat je niet aan de start komt op een EK. Dus als je dan toch per se nog iets wilt van bijtrainen na de koers, denk ik dat het dan slimmer is om, uh, om gewoon op straat of op de piste ernaast uh, gewoon nog iets te doen. Ik uh, denk dat dat iets veiliger is dan, uh, dan terug met dezelfde spikes en of misschien nog natte kleren, uh, dat risico te gaan nemen. Maar het is wel een leuke uitdaging. En hij zei mij achteraf dat hij in de korte cross, in tegenstelling tot in de lange cross, niet op zijn gezicht was gegaan. Dus in dat opzicht zal dat allemaal meevallen. Dan wist hij nu wel dat hij moest gaan lopen. Ja, dat wel. Ik het parcours. Maar ja, uiteindelijk was hij vier, Zesde? Oké. Ja, ook daar weet ik niet, loopt hij dan voluit voluit of niet? Ja, hij liet er uitschijnen dat hij wat dichter had gezien. Ja, hij zei, want ik heb hem gevraagd dat hij de eerste ronde nog vlijf, vrij vlot meedraaide. Maar als ze dan ja, ja. echt begonnen door te pakken, voor hem dat toch lastig. Ja, ja, ja. Want uh, Ruben Verheijden liep dan um, ja, eigenlijk relatief makkelijk weg. Ik zag in de dat hij maar twee seconden voor had. Maar als je de wedstrijd ja. bekeek, had je ja. toch het gevoel dat hij echt wel met kop en schouders bovenuit zag. Hè? Ja, dus toen zag ik denk, uh, nummers twee en drie moesten echt tegen elkaar sprinten om erbij te zijn. Uh, allez, of toch degene dat zou, zal mogen lopen uh, en hij boelt echt uit dus ik denk dat, dat ja. uh, die tijdverschillen moeten we, moeten we niet te veel naar, uh, ja, ja. naar kijken denk ik, ik denk dat Ruben heel goed was uh, omdat er weinig aan te doen was uh, en voor plek allez, twee dan of twee en drie uh, voor de reserve weet ik niet ik weet dat Tim van de Velde gevallen is denk ik, ja. uh, ik denk dat hij misschien de enige had geweest die die allez, voor een andere een uitslag had, uh, had ja. kunnen zorgen eigenlijk uh, want uh, alle, nummers 2 en 3 zie je dat. was het tweede jaar toen een de, kleine verrassing. Ja, ja, ja. ja, maar die, die gaat dat denk ik wel, wel goed doen. Mm -hmm. Zeker, is, of ja, de aflossing uh, veronderstel toch veel kracht. 1500 meter. 1500 meter, ja. daar gaat hem ook al vrij goed liggen. En het is een heel krachtige loper die wel mm -hmm. goed diep kan gaan. Het enige gevaar is, als hij slecht is, is hij heel slecht. Ja. Dus dan uh, gaan ze moeten ja. hopen dat hij slim loopt en uh, dat er hem niet... Even iemand goed kan begeleiden en zeggen wat hij allemaal mm -hmm. moet doen. Ja. Uh, maar dan komt dat wel goed, denk ik, met hem. En de laatste wedstrijd die we nog niet besproken hebben, is een korte cross bij de vrouwen. Een beetje hetzelfde verhaal als bij de mannen. Elise van der Elst, die eigenlijk. Ja. Uh... Twee of drie klassen beter was dan de rechts. Ik weet niet of je die wedstrijd bekeken hebt. Ja, en ook heel straf hè, dat dan uh, Mariska uiteindelijk dan toch ook. Uh, Mariska Paarwijk viel. Ja, ja Paarwijk dan ook uiteindelijk dan, ja, ook gevallen is, denk ja. ik. Hè. Um, en denk ook een verrassing dat dan Charlotte van Hezen daar dan uiteindelijk als tweede is. Ja, is doorgekomen. zeker een grote verrassing. Um, maar ik denk, ja, dat is misschien ergens ook het mooie aan de cross of zo, dat er zo van die verrassingen wel kunnen uitkomen. Maar kijk, jammer van, van Mariska Paarwijk, sowieso. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel echt een. Uh, een hele bittere moed geweest zijn voor haar. Ja, ze ja, zal ja. een van de meest ontgoochelde <laughs> ja. atleten zijn geweest van uh, heel ja, het BK. Dat denk ik wel. Zeker ook omdat ze ook echt scherp stond volgens mij. Dat is er ook echt wel. Allee, ik heb met haar meegetraind nog uh, met dat pre ek selectieteam team mm -hmm. Allee, Ik zie over zoveel, maar toch. En ja, ze stond echt wel. Ze was er echt wel klaar voor. Dus ja, ja, ja. ja jammer. Mm. Mm. Dat was iets nieuws, die, die pre-selectie die ze gemaakt hadden voor het EK? Ja. Um, vanuit de federatie. Allee, aan, welke, aan welke activiteiten heb je deelgenomen en, en hoe is dat bevallen? Uh, ik vond dat heel leuk. Uh, dat waren denk ik drie of vier weken ervoor dan dat we elke woensdagochtend toch altijd wel een training samen, dat we dan ook samen een uh, verkenning op uh, hulst stouwt. Ja. ja, voor mij was dat leuk. Hè. Ik had dat allemaal nog niet meegemaakt, om zo echt in, in groep met mensen allemaal hetzelfde willen om om ja. daar samen mee te trainen, mensen daar ook al jaren in het wereldje zitten. Dus ik mm -hmm. vond dat heel leuk om iets mee te maken en, en ook eens te kijken hoe dat zij trainen en hoe dat zij erin staan. Dus mm -hmm. ik vond dat een heel leuk initiatief. Ja. Ja, ja. Je gaat nu dus uh, naar het EK. Het dringt al een beetje door, want ik kan me voorstellen dat alles heel snel gaat voor jou. Ja, Van ja. binnenrollen in die atletiek naar nu ineens op een EK staan. Ja, ja inderdaad. Dat was wel heel... Overweldigend moet ik zeggen. Allee, zalig. Hè? Ik ben nog altijd uh, op een roze wolk, denk ik. Mm -hmm. um, maar inderdaad, zo vanaf dat je dan over die streep loopt. En dat was zeker superleuk. Niet met dat je de selectie. Het was super duidelijk: okay, de eerste zes zijn erbij. Mm -hmm. Dus je, je loopt richting die streep en je weet: oké, okay, ik ben hier vijfde, ik ben erbij. Allee, je bent zo gelukkig. Um, en ja, nu gaat alles heel rap. Hè? Binnen drie weken is het al zover. Ja. En, ja, ik denk dat we er allemaal keihard naar uitkijken. Dus mm -hmm. dat gaat een heel leuke ervaring zijn, mm. denk ik. Ja. Want wil je ons eens uitleggen hoe je eigenlijk op dit punt beland bent? Wat ik zelf weet, maar waarschijnlijk is er nog wel een voorgeschiedenis, is, is dat je de Marathon van Antwerpen gewonnen hebt. Toen ja. is jouw naam mij voor het eerst opgevallen. Dat is twee jaar geleden of drie jaar? Twee jaar geleden, ja. Um, ja. Heb je die per ongeluk gewonnen? Of was je toen al uh, lang aan het trainen? Of? Nee, ja, per ongeluk winnen is eigenlijk het wel mooi verwoord. Um, ik heb wel, uh, in middelbaar heb ik wel uh, atletiek even gedaan. Um, maar dan door te gaan studeren, ik heb kine gestudeerd, um, ja, is dat zo wat verwaterd. Ik studeerde dan in Leuven en ik deed dan in Overijs, dus dat was dan dat had een beetje gestopt eigenlijk, maar wel dat op mijn eigen wel wat blijven lopen. Ja. En dan ja, is Covid gekomen, hè. Zo, zodat iedereen dat verhaal wel kent, denk ik dat ik zo wat elke dag mijn loopschoenen eens aantrok. Hè. Dat was zo wat, ja, de ultieme ontspanning, om het dan zo te zeggen. En ik liep dan echt wel, dat ik zo wel weken van 70, 80 kilometer ja. liep, dus oh ja... Maar op een gestructureerde manier? Nee, of gewoon. Niet. Je, je zou die trainingen uit jouw duimen? Ja, nee, ik deed ook geen intervallen. Kende ik niet. Ik deed gewoon echt enkel duurlopen. Dus Pieter gaat al denken: wat is dat voor iets? Maar ja, dat was echt wel zo. Um, en dan zo, einde corona, dacht ik: van ja, ik wil toch wel een keer iets doen met die vorm. Alleen, want voelen we dat toch ging allemaal wel goed. En ik kwam wel een keer kijken van. Wat geeft dat op zo'n event? En dan mm -hmm. was... Inderdaad, Antwerpen um, had dan toen zo'n nieuw concept dat hij dan een, een avondmarathon ja. deden. En ik dacht, ah, tof, uh, we doen dat een keer mee. Want ik wist ook totaal niet dat het BK was toen. Dat was echt, ik liep zelfs niet op carbonschoenen. Ik wist niet wat dat al was. Mm -hmm. Allee, om maar te kaderen, het was echt heel amateuristisch. Ik had dus geen gelkjes, niks. Ik heb zelfs volgens mij zelfs geen, geen energiedrank toen gedronken. Dus dat was eigenlijk echt ja bon, heel amateuristisch, ik zeg het. Um, en dan was dat ja, zalig. Ineens liep ik daar dan als eerste, wat ik zelfs eerst in het begin ook echt niet door had, tot wanneer dat dan die fietser zo aan mij begon te fietsen. Ja. En um, ja, dan eerste geworden, maar dan officieel telde dat altijd natuurlijk niet, want ik was niet ingeschreven voor een uh, ja. fietsieclub. Um, dus, uh, en dan zo is dan Bart Raas um, mij, mij aangesproken, dan, want Isabel Beck, zijn atleten, was eigenlijk eerste uh, Belgisch kampioen. Okay. En zo is eigenlijk alles wat aan het rollen gegaan en met hem beginnen trainen. En inderdaad, echt structuur in mijn. In ja. mijn uh, dat was denk ik het grootste ding. Um, en is het allemaal heel snel gegaan, inderdaad. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. want, um op welk punt heb je dan door? Is dat dan op die marathon of al eerder? Of op welk punt heb je door van misschien ben ik hier best wel goed in? Dat is eigenlijk wel laat gekomen, moet ik eerlijk toegeven. Want zelfs tot nu heb ik daar soms toch nog moeite in om te beseffen van kijk, je bent hier wel redelijk goed bezig. Allee, ja, ik heb daar wel lang nog wel moeite mee gehad. En ik denk dat dat eigenlijk pas sinds dit jaar echt is van oké, okay, je begint hier in België wel iets te betekenen ofzo. Um, maar dan gaat dat echt pas sinds dit jaar is, ja, zo sinds zo het nu het piste seizoen, ja. um, dat ik zo wel heb doorvan van oké, okay, um, ja, het gaat hier op zich wel goed. Ja, ja. ja. ja dat is mm -hmm. wel leuk. Ja. Is dat niet heel raar, want ja, je bent 26, wat op zich nog jong is, maar de meesten die zo jouw niveau halen, die, ja, die zijn al van hun acht jaar of zo daar een beetje naar aan het streven. Mm -hmm. Terwijl voor jou moet dat zo heel. Uit het niets komen toch of zo? Ja, ja, dat is wel zo. Je voelt ook altijd een beetje het zwarte schaap of zo. Allee, op een leuke manier. Hè. Um, maar zo heel veel dingen dat ik allemaal niet gewoon ben of om of, of een stom voorbeeld te geven op, bij mijn wedstrijd. Ik zette mij nooit op de eerste rij. Nooit. Dat was voor mij al gelijk. dat ik nu van bij de crossen in hulst mocht ik dan bij de elite starten. Dat was voor mij al van wauw, ik mag hier in een aparte blok staan. Allee, ik ben dan niet gewoon. Ik ging altijd eerder, eerder van achter gaan staan van... De elite, daar hoor ik niet bij of zo. Ja. Dus dat is wel zo... Ja, ergens ook wel zo'n beetje aanpassen van... Oké, okay, ik, ik mag hier wel bij horen, ik, ik mag hier ook bij staan yeah. of zo. Dus dat is wel ja, een leuk gevoel, wel. Ja. ja. Want als je zegt, Bart Reis heeft dan st meer structuur in die training gebracht... Mm -hmm. Kun je dat wat concreter maken? Allee, hoe zien jouw trainingsweken er nu dan anders uit op dit moment dan twee jaar geleden? Ja, een groot verschil is al sowieso dat ik dus nooit intervallen of, ja. of allee, de piste. Dat heb ik ook al drie jaar niet meer gezien. <laughs> dus dat was echt ook daar Bart allemaal. Dus ja, er intervallen in gestoken, er structuren in gestoken. Um, duidelijk ook van die training dient voor dat, die training dient voor dat. Um, ja, ook zelfs nog een beetje mijn volume opgedreven. Want ja, nu zit ik toch ook wel rond de. 100 kilometer per week, waar ik voor zeker niet aankwam. Ja. Um, dus ja, veel dingen dat er wel voor gezorgd hebben dat mm -hmm. ik sta waar ik nu sta. Ja, ja. Ja. Je zei dan net dat je kine gestudeerd had. Werkte ja. je ook als kine? Ja. En liefst dat te combineren met die 100 kilometer per week? Of? Ja, moeilijk. <laughs> dus dat begin ik nu wel te voelen. Ik werk ook nog 35 uur, wat dat best veel is. Um, ja, nu, met de kost, als het voordeel aan kina is, ben ik wel zelfstandig, dus ik kan het wel zo een beetje schuiven. Yeah. Um, maar ja, daar begin ik ook wel aan te voelen. van... Dat ik daar ga moeten over nadenken. Tot nu toe valt het te combineren met dat het handig is aan kine zijn dat je ook in de avond soms kunt werken, waar ik wel overdag wel vaak aan ga lopen, wat dat mm -hmm. echt een luxe is. Um, maar ik voel wel dat ook recup, dat dat eigenlijk heel belangrijk is. En dat is ook pas sinds nu dat ik dat wel voel van... Ja, wij staan eigenlijk een hele dag recht. Um, ja. Dus daar ga ik moeten over nadenken. Ja, ja waarschijnlijk wel. Om een beetje minder eventueel te gaan doen. Voilà, ja. we gaan zien, want ik doe mijn job super graag. Um, dus ik wil dat zeker blijven combineren, sowieso. Ja, dat is ook geen andere optie, denk ik. Maar mm -hmm. misschien toch eens kijken met de uren om eventueel ja. misschien toch wat te minderen op termijn. Ja, ja. Maar we zullen zien. En hoe zie je dan jouw komende jaren? Want nu zijn we terug bij die marathon waar je het daar net over had. Ja. Zie je daar vooral jouw, jouw toekomst liggen of hoe, hoe zie je dat een beetje? Ja, dat is een vraag dat ik veel krijg. Um, omdat ja, ik ben zo'n beetje van alles aan het toe. De piste, de cross, de marathon. Ik denk dat ik het vooral nu nog een beetje aan het ontdekken ben in wat dat ik nu het beste of, of wat ik het liefste doe. Maar ik denk wel, ja, de marathon, dat ik daar nog wel ver veel stappen kan inzetten. Mm -hmm. um, dus dat ik daar ook zeker nog wel wat in exploreren in hoeverre ik daarin kan geraken. Dat zeker wel. Ja. Nee. Wat zou jij aanraden als coach? <laughs> ik ken dat niet zo goed, maar... Puur van, hetgeen, allez, van de paar wedstrijden die ik dat heb gezien, maar vooral de manier van lopen weet ik niet uh, of dat je echt gemaakt bent voor de marathon, ik zal het zo zeggen. Uh, het niveau dat je nu haalt op een 5, een 10 of een 15 op straat en in het crossen, denk ik dat dat wel allez, veel beter is dan datgene dat je tot nu toe op marathon hebt gedaan. Uh, maar ik denk dat dat er misschien ook wel mee kan te maken hebben, gewoon dat je nog maar zo, allez, of zo lang of zo kort geleden. Eigenlijk ben ik beginnen lopen. Uh, dat is waar. Ja. Want ik denk nu op marathon 2045? Of ja, ik weet het niet twee, Nee, 2046-04 denk ik. Ja, ja. Dat is geen fantastische tijd. Ja, ja, ja. Nee, dat is waar. Dus ik denk dat allez, er wel nog natuurlijk heel, heel veel marge op. Wat ik zou zeggen, je moet doen waar je het meeste in hebt. Als je zegt van ik wil per se 1500 meters lopen, dan, dan moet je daarvoor gaan. Dat is dan misschien niet het ideale. Maar uh, als je zegt van nee, ik wil per se naar die marathon, dan, dan moet je dat doen. En dan kan je mm -hmm. er ook wel nog heel veel op verbeteren. Zeker met... Allez, als je... Nee, je bent nu veel meer aan het trainen dan, dan vroeger en als dat nu nog maar een jaar of twee, drie is. Ik uh, mm -hmm. uh, denk dat talent het belangrijkste is. Dat heb je dat je al duidelijk bewezen. En ja, tegen dat je die uh, aerobe basis wat kunt leggen, dat, dat duurt een paar jaar. En dat is ja. Ja, zoals dat je dan zegt. Normaal gezien doet je dat als je, als je tien, elf, twaalf, dertien bent, drukt te mm -hmm. veel te lopen en dan nog wat meer als je wat ouder wordt. Maar ja, als je dat allemaal niet hebt gehad. Uh, allez. Moet je daar nu aan beginnen werken, om het zo te zeggen. Dus dan vertrekt je met een beetje een achterstand op de andere. Maar je kunt dat wel ja, dat op klopt. zich makkelijk inhalen. Hè. Dus, uh, mm -hmm. Maar zullen we zullen zien. En ik ging zeggen, je kunt nog altijd een marathon lopen, Valencia. Maar dat is altijd niet samen met het TK. Dus is een week ervoor. Ja, dus 3 december, ervoor. Dus een voor het is een week het ja, Ik zeg hem nog even tijdelijk. Dat is misschien wel lastig. Dat, dat, dus, uh, dat is misschien dus, wel lastig. Ja. 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 Jullie hebben bij Barthes op zich wel een goed groepje daar. Hè, met, met de vrouwen, Charlotte Penneman... Ik weet niet hoe het met Nina Ward gaat, is hij geblesseerd? Die is momenteel geblesseerd. Hij is geopereerd ah, ja. geweest. Okay. Um, dus die is nu volop bezig met en runnen. Dus die ah. gaat er wel terugkomen. Ja. Um, maar ja, dat gaan we nog even sturen. Als hè? hij ook fit ja. is, hebben jullie wel drie van de betere vrouwen in één, ja, in één ja. groepje. En Lindalma zit er ook nog bij. Um, ah ja, dat is waar. Ja ja, dus uh, ja, hij doet dat goed hè, Bart. Mooie treiningsweek. <laughs> ja, dat is wel tof. Ja. Dus jij woont in Leuven. Zie jij dat Bart aan veel of? Ah, wel, is het van op vroeger afstand? was hij minder. Dan was hij net eerder op afstand, maar nu Charlotte die is ook gaan studeren in Leuven nu. Ja. Um, dus dat is wel tof. Dus daardoor komt Bart wel geregeld wel, wel af naar Leuven, uh, Waardoor dat ook makkelijker is om samen te trainen. Dus dat is wel, wel leuk. Oké. Ja. Okay. ja. Um, Pieter, ook een van de redenen dat we jou vandaag hebben uitgenodigd is omdat jij natuurlijk een uh, een link hebt met EK Crossen in Brussel. Ja. Um, 15 jaar geleden, 2008, was jij vijfde op het EK. Mm -hmm. um, nog altijd een van de beste Belgische prestaties ooit op een EK. Um, ja, welke herinneringen koester jij aan die dag? Um, goh, ik heb een heel slecht geheugen, maar van dat <laughs> weet ik nu wel nog, nog redelijk wat. Um, ja, gewoon heel fijne fijne een dag. Uh, het was ook mijn beste ooit op een, een EK-cross. Alle andere jaren ervoor denk ik dat ik eigenlijk ook wel goed genoeg zat om dat te doen. Maar voor de een of andere reden kwam het er meestal niet, uh, uh, niet uit of lag het parcours mij wat minder. En dan in Brussel ja, komt dat allemaal een beetje samen. Is het is een parcours, een parcours dat mij heel goed ligt. Uh, Thuislopen is altijd leuk en, en ja, ik zat echt gewoon heel goed in vorm. Het enige dat ik nog altijd spijt van heb, is dat er geen dat het geen Belgisch weer was of geen typisch ja, ja. uh, Brusselcross, want het was een van de weinige jaren dat er eigenlijk weinig modder lag. Er lag wel nog wel modder, maar niet, niet veel. Ja. Uh, daar heb ik wel veel spijt van. Want dan ja. Winnen zal ik niet gedaan hebben tegen Leebitt, maar dan denk ik dat ik tweede wordt. Maar ja. daar heb ik wel spijt van. Maar, ja. maar dat is de koers, bedoel, dat is, uh, ik bedoel, kan dat spijtig genoeg niet veranderen. En uh, doen is ook niet slecht. Hè. Ja. En Mo Farah was tweede, hè? dus uh, ja, ja. die had je eigenlijk kunnen, zeg jij, als er meer modder lag. Ja, het jaar ervoor was Brussel veel modder en dan zat Farah en uh, Mustafa, derde, die zat dan op een minuut en een half, twee minuten achter. Dus en de meeste crossen die ik met hen heb gelopen, als er modder was, dan waren ze meestal ver achter. Ja. Dus uh, enkel de vierde lambda ik denk dat lambda ze was, die weet ik niet of die hen ook door de, door de modder geraakt of niet. Mm -hmm. uh, maar voor de rest... Uh, Allee, iedereen die al achter was, had ik zeker op een, ja. een modderparcours, denk ik ook wel kunnen En ja, hoor, categorie daar, ja, ja, ja. daar kon je niks tegen beginnen. Dus, mm -hmm. uh... Ik was heel jong toen, maar als ik me nou goed herinner, was jouw tactiek een beetje die van Pieter Jan vorige Zondag, toch? Hè? Rustig starten en dan opschuiven, of uh, heb ik dat verkeerd? Ja, valt redelijk mee. Um, ja, Brussel is eigenlijk een parcours na een ronde en een half moet je zitten, waar je denkt dat je gaat eindigen. Als uh, dus je wilt top 10 lopen, dan moet je al top 10 zitten. Uh, echt heel hard terugkeren in Brussel kun je niet doen, maar je kunt wel heel veel gaan verliezen. Uh, ik denk dat Brussel vooral, elke type loper is natuurlijk anders, maar ik had niet, veel, uh, niet heel veel kracht, of ik was geen krachtiger loper, dus ik had het niet altijd makkelijk op die hellingen. Maar op het vlakken en naar beneden lopen lukte mij dat heel goed. Ik probeerde gewoon altijd van voor te zitten bij het begin van de helling, uh -huh. ik liet iedereen wat weglopen en dan terug. Uh, terug in op het vlakken en recupereren en in naar beneden lopen of nog wat proberen op te schuiven. En ja, dat was eigenlijk gewoon aanhangen en wachten, één voor één vielen ze af. Ja. En als ik mij goed herinner, maar ik ben niet meer heel zeker, als ik ooit zo de tijden heb opgezocht, denk ik dat ik bijna elke ronde, alleen op twee, drie, vier seconden na heel constant heb gelopen. Ja. En. In dat opzicht is het een beetje hetzelfde als bij, bij Pieter Jan in de zin van, ik denk de voorlaatste ronde zijn ze echt beginnen allez, tegen elkaar beginnen lopen, want ja. is dat is al een beetje afwachtend. En zijn ze echt beginnen aanvallen en is iedereen ook gewoon meegegaan. En ik ben gewoon mijn tempo blijven lopen. Ook omdat ik niet rapper kon was wat. Uh, en ook mijn laatste ronde ben ik gewoon tempo blijven lopen. Maar ik ja. ben ja, denk nog gemakkelijk 10, 15, 20 seconden terug. Of sneller gelopen dan, dan, dan de mannen die net achter mij zijn geëindigd, ja. gewoon omdat die eventjes gewoon te veel in het rood zijn gegaan. En dan de laatste kilometer stonden er een paar echt gewoon, gewoon stil. Nee, ja. uh, dus, uh, dus in dat opzicht lijkt het er een beetje op. Dus, uh, ja. Maar hij mag ook vijfde worden. Dus. <laughs> Want ga je die ervaring van toen nu nog gebruiken om, om Peter en Hannes tips te geven richting dat EK? Of, of denk je van hij heeft zelf vaak genoeg in Brussel gelopen om te weten ja. wat hij moet doen? Hij weet meestal zelf ook wel wat, wat hij moet doen. Uh, het is niet dat ik zeg van je doet het zo of zo. Uh, we bespreken het gewoon meestal samen. Uh, pff, ik weet nog niet wat we gaan doen in Brussel. Ik heb eigenlijk gewoon zin om te zeggen, doe maar zot. En <laughs> je loopt de eerste tot als je niet meer kunt. <laughs> en je ja, gaat met alles en iedereen mee, maar als dat tactische koers is, dan kan hij wel nog vrij ver meegeraken. Uh, Wauw, dan moeten we nog eens bekijken. Uh -huh. er ook, allee, ja, je wilt het ook wel goed doen natuurlijk, stel dat er iemand uh, minder loopt. Uh, van andere Belgen, allee, dat hij toch als, als backup uh, daar is uh, over het landenklassement. Dus je kunt natuurlijk aan de ene kant niet te veel risico pakken. Maar om zeg maar roemloos 30, 35e misschien te gaan lopen. Daar heel de hele tijd rond te lopen, heel de koers lang. Het is toch zijn laatste, allerlaatste ja. cross. Dan waarom niet eens uh, iets zot doen. Ja. Dus, uh, Zullen zien. Er Want je zegt nu romloos 30ste, 35ste, maar het niveau op zo'n EK is wel gewoon echt hoog. Dus is het, niet, ja, ja. is het ook niet gewoon realistisch dat hij ergens rond die gaat uitkomen? Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen waar wat hij zou kunnen uitkomen. Twee jaar, wacht, hè, twee jaar geleden was hij er ook bij. Um, op het EK Dublin. in Dublin. En daar was het echt ja, totaal geen idee. Dat was ook zo eigenlijk een beetje een verrassing dat hij erbij uh, was. Um, daar hebben we gewoon gezegd van. Je bent erbij en dat was eigenlijk al niet gepland. Dus geniet er gewoon van, doe je best en je ziet wel waar hij uitkomt. En ik denk dat hij rond de 45e, 50ste was. Ja, 50ste. Uh, hij zit nu wat beter. Uh, het parcours was wel heel vergelijkbaar. Dus denk ik dat allee, mocht hij puur voor de plaats lopen, dat hij ergens wel rond die 35e plek moet kunnen. Mm. En dat hij wel nog wat, wat beter kan ook. Uh, dus dan is het afwegen van ja. Als ze al op hem moeten rekenen voor het landenklassement, dan komt het denk ik toch niet goed. Dus maakt dat weinig verschil, dus waarom niet uh, ja. risico pakken hè? Mm -hmm. en uh, zal doen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ja. Want je begint zelf al over het landenklassement. Ja, um, ja die Belgische mannen is natuurlijk een, een superster collectief. Mm -hmm. um, die mogen wel voor een medaille gaan, denk ik. Ik denk het wel. Uh, Eventueel dat goud, zelfs goud, is dat hoog genoeg. Zelfs om te winnen. Van De voorbije jaren ben ik niet zo heel hard opgevolgd van allee, welke andere landen hun goed waren en hoeveel punten je nodig had om, uh, om een medaille te halen. Ik denk dat Frankrijk verleden jaar heel goed was. Ja. Um, maar um, ja, de Ingebritse doet al, of, toch de jongste, doet niet mee. Ja. Uh, dat scheelt al wat, ook al doet Noorwegen denk ik nooit echt heel hard nee, de mee voor het landenklassement. Uh, beste Fransen doet ook niet mee, dus ik weet niet hoe dat een ploeg er zal uitzien, maar Grécier doet ook al niet mee. Ja. Uh, wat op zich ook al die twee personen al heel goed is voor, uh, voor Isaac. Um, en ik ben ervan overtuigd van die vier man en uh, uit vier uh, die van voor zaten op het Belgisch. Ik denk dat die allemaal top die kunnen. Gaan mm -hmm. uh, ze allemaal doen, dat, dat zeg ik niet, maar op zich kunnen ze dat zeker. Uh, zoals dan een Marco loopt, ik denk dat hij op 20, 30 seconden zat. Ik denk, ja, als je Brussel pakt, zal dat eerder richting 40, 45, 50 gaan. Maar zelfs dan, dat lijkt veel, zelfs voor een EK. Maar dan, dan nog denk ik dat je daar rond de 30ste plek zit. Ja. Um, en allee, dat kan ook zelfs nog, nog dichter zijn. Hè. Ik weet niet, ik denk, dat is echt wel een crosser. Dus die zal dat parcours denk ik ook wel, uh, wel aankunnen. Um, maar ik denk als je. Het klassement is per drie. Hè. Als klassement ja, per drie. Per drie. De klassement. Uh, dat het Dat misschien nu beter geweest voor België, dat het met, met vier was. Mm -hmm. um, maar ik ben, zou me echt heel hard veranderen als ze geen, geen medaille pakken hè. en als ze er geen pakken, dan is het omdat er wat ja, mensen ietsje minder waren uh, dan, dan voorzien. Um, maar je moet vooral die, allee, als je echt zegt, wil een medaille of zeker al voor goud, dan moet je eigenlijk al bijna iemand op het podium hebben, uh, anders wordt het denk ik wel, uh, wel heel moeilijk. Ja. Ja. En dan, um, als we kijken naar individuele medailles, dan um, is Isaac Emelie, denk ik onze mm -hmm. grootste kanshebber. Ja, ja. Of onze enige kanshebber, mag ik misschien ook wel zeggen? Ik denk het wel. Hè. Um, hoe groot gaat je zijn kansen in? Goh, het hangt vooral van twee dingen af. Eén, uh, hijzelf en, en Brussel het parcours. Ik denk dat dat niet slecht is voor hem, maar ook niet, niet ideaal. Uh, en twee, ja, de tegenstand. Ik bedoel, als. Als een uh, ingebris is, dan weet je eigenlijk al voor uh, 90% zeker dat iedereen loopt voor de tweede plaats. Ja, dus hij komt niet eens. Hij, komt er niet, hij, hij is wat gekwetst, hij doet niet mee, dus dan, dan valt dat al weg. Iedereen daarachter op zich kan, kan, kan Isaac, denk ik, aan. Dus het komt gewoon weer neer op die vorm van een dag. Mm -hmm. uh, hoe, hoe, hoe kan je om met dat parcours? Uh, hoe graag doe je dat? Uh, ik denk er zijn zeker, uh, ik weet nu niet of hij meedoet, bijvoorbeeld een kater. Laat dat een pijlsnel parcours zijn. Ja. Dan heb je denk ik veel problemen om die, mm -hmm. om die te gaan kloppen. Maar Brussel is, ja, is echt cross. Ik veronderstel dat het ook wel uh, nog zal blijven regenen. Of, of er hoe lang ook toch slecht zal bijliggen. Uh, en ja, in Spanje zijn ze dat niet zo gewend. Italië, ja. al die landen waar het meestal snelle crossen zijn. Ja. Je merkt dat ook België doet het altijd beter als het een, uh, een lastig parcours is. Dus, uh, dus denk ik dat we, ook al zit er misschien ook een paar pistiers bij ons, dat dat, dat dat misschien minder leuk zullen vinden. Maar algemeen gezien... Ja. Moeten de Belgen eigenlijk hopen op, op heel slecht weer? En dan misschien een beetje zondendag zelf voor de toeschouwers, ja. dat wij niet te nat worden. Dan, eh, dan dat is toch voilà. ook belangrijk. Ja, het is dat. Maar ik, ik heb Isaac Kimeli zelf wel ook al horen zeggen van ik heb al een keer zilver en een keer brons gewonnen op het EK, ja. dus het zou wel heel mooi zijn om daar goud aan toe te doen. Ja, ja, zeker dan als het in België is en als ze nog extra mooi zijn. Dus uh, ja, het zal misschien eerder als een katier meedoet, een katier, uh, De Fransman, Schrup. Is wel een heel goede crosser uh, en heeft ook al, uh, nu toch ook dit jaar op piste heel goed gelopen. Uh, blijkbaar zou die um, Thierry Ndikomenu, ah, de Spanjaard, Spanjaard voormalige Boerendees zeker. Ja, ja, zou, denk ook, het, ja. Uh, zou ook meedoen blijkbaar. Ja, ik weet dat er verleden jaar ook zoiets was met. Ik denk een of andere Afrikaanse atleet die dan van Noorwegen was beginnen lopen en die ook ongelooflijk gekke tijden had staan, maar die kon van geen meter crossen. We ja, ja, hebben nu eigenlijk nog niet echt uh, gekeken ja. van wat kan die in, kan hij ja. ook overweg uh, ja. in het veld. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar dat zijn inderdaad mensen. Ja. Ik denk dat hij rond de 13, 50 heeft gelopen van de zomer. 45 zelfs. Ja. ja, dan moet je nog kijken wat hij ook kan op iets langere afstanden. Maar zelfs al is die dan misschien ietsje minder. Dan loopt hij nog altijd waarschijnlijk een 27er of zo. Dus, uh, mm -hmm zal dat inderdaad wel een te duchte kandidaat zijn, maar ja. ik denk als het echt heel vuil is, dan gaan er ook mensen weer naar voren komen die allez, uit Engeland, ik kan niet zeggen tweede-rangslopers, die zijn er natuurlijk nog altijd heel goed, uh, maar mensen die echt goed kunnen crossen en goed in de modder ja. gaan, kunnen wel... Engelsen uh, zijn in de breedte altijd ja, wel ja. sterk, hè. zelfs al hebben ze niemand mm -hmm. op het podium. Dan, ja, dus dat is dat. Is dat. En vooral bij de vrouwen, bij de mannen is het meestal ietsje, ietsje minder, uh, maar ze zullen er zeker wel terug staan met, met een goed team. Dus, uh, maar ik heb eigenlijk nog geen lijstje gezien uh, dus zijn sommige al... landen op de website staat wel van EAA. ja. Um, maar dat is, uh, ja, dat is ook altijd iets zou zeggen, voor dat atleten, van misschien niet te veel te naar te kijken. Want dan lijkt het altijd of dat iedereen zo goed is. En, en als je de tijden gaat zien van mm. piste, dan denk je van nou mag die zijn, kunnen we totaal niet meer mee. Maar ik denk dat je uiteindelijk, uh, ja, moet daar weinig rekening mee, mee houden eigenlijk. We gaan het zo dadelijk nog over de vrouwen hebben, maar ik wil het eerst even over de mixed relay hebben. En daar gaan we even voor bellen naar Stijn Baten, want die heeft in Dublin nog een medaille gewonnen om die ja. mixed relay. Dag Stijn. De telefoon. Hallo, uh, hallo. En uh, goedenavond twee gasten. Ja, Pieter De Smet en uh, Victoria Warpie zitten bij mij. Hallo. Stijn, hallo, wij waren net uh, over het EK Cross in Brussel bezig. Um, jij hebt natuurlijk mm -hmm. een. Um, een EK-medaille al gewonnen op een EK-cross, dat kunnen mijn twee gasten hier naast mij niet zeggen. Ja. Um, <laughs> voor de ene kan dat nog komen, hè. Ja. <laughs> um, yeah. Welke herinneringen hou je daaraan over aan, aan Dublin uh, 2021? Um, waarschijnlijk het mooiste, oh, ja, het mooiste moment van mijn carrière. Uh, omdat dat wel zoiets is dat... Van, ja, dat, dat is pakbaar, die medaille. Dat is iets materieel, dus dat, dat pak je niet af. Mijn tijd is altijd wel leuk om te lopen op de piste, maar uh, ook gewoon ja, omdat dat in teamverband was en zo, een mixed relay. Uh, en dan ook de sfeer en de gezelligheid daar in Dublin, dat was echt een uh, zeer leuke ervaring. Dus ik denk dat dat voor de lopers die dit TK voor België gaan mogen lopen, ja. Uh, nog, nog veel intenser kan zijn ja inderdaad want de sfeer was heel heel zot in Dublin maar dat, dat zal in Brussel binnen twee weken ook zo zijn waarschijnlijk hè? Ah, wel ik, ja ik hoop er echt op dat als we, we sturen toch van elke categorie allemaal ploegen als je dan nog eens allemaal honderd man meepakken uh, denk ik wel dat dat daar eens gewoon feest kan worden ja inderdaad en um, jij bent in augustus gestopt um, Waarom hebben jullie nog vier maanden doorgedaan om, uh, om dit EK in eigen land nog te kunnen beleven? Um, ja, uh, het, als ik dat nu zo een beetje zie, pikt dan wel een klein beetje als ik zie welke afscheid dat een Hannes krijgt. Um, maar ja, nee, en, uh, redelijk, ik denk dat ik in uh, tegenstelling tot de Pieter Jan eerder een man ben van de extreme en ik had er echt op een gegeven moment genoeg van. En, uh, ja, Zelfs die vier maanden doortrekken was er voor mij wat heel aan. aan. Okay. Er uh, stond ja. een, een zomer voor de, voor de deur die dat ik uh, met sociale andere heb. Uh, nee, ja, ja. okay. ja, dat had echt gehad. Pike maken. Ja. Oké. Okay. Okay. Kom je wel supporter? Maar dat ja, wil niet, niet zeggen dat ik het niet heb gevolgd. Hè. Dat wil niet zeggen ja. dat ik het niet heb gevolgd. En ook uh, dat ik niet aan de, aan de zijlijn ga staan in Brussel ook, want ja. we komen ja. met uh, heel te werk. Alleen, ja, ik werk nog altijd loopgerelateerd. gerelateerd. Uh, ja. Dat we met heel het werk daar uh, proberen aanwezig te zijn. Oké, okay, mooi. En ja. um, jij, als uh, specialist van de mixed relay, zal ik nou maar zeggen, wat, wat verwacht je van uh, de Belgische ploeg in, um, in Brussel? Want er zitten wel een paar verrassingen in, uh, in het viertal. Awel, ja, ja, Ik vind langs de ene kant heel tof voor de, de twee nieuwkomers, uh, alleen of de twee onverwachte namen. Langs de andere kant vind ik het een klein beetje een gemiste kans. Uh, de ploeg van Dublin die had er bijna kunnen bij zijn, alleen ik ben er dan wel um, van afgevallen, maar ik denk dat er andere lopers, zonder uh, namen te noemen, um, ja loopt ene keer dat BK in Hulshout um, 1500 meter mannen, 800 meter mannen probeert je daarvoor te plaatsen en dan denk ik dat wij een, ja, echt een topteam hadden kunnen, um, kunnen samenstellen, want ja zowel Ruben als en als Elise en dan ja is als Esasconel of derde. Ik weet niet dat een bond daar zijn stoute handschoenen gaat aantrekken en misschien wat wissels, Maar ja, dat is aan de andere kant ook weer kut om te doen. Ik denk dat ze um, al uh, op hun website hebben gezet dat dat niet gaat gebeuren. Ja, <laughs> voilà. Dus um, ja, ik hoop dat die andere twee boven hun eigen gaan uitsteken. Omdat ik denk dat Ruben en Elise daar wel echt neig op opgetraind zijn. Um, en ja, we hebben het gezien hè, vorig jaar ook al. Uh, die mixed relay is wel wat... Stappen vooruitgezet. gezet. Zowel, ja, dat zijn 800, 1500 meter specialisten in Europees niveau. Is dat echt booming business. Hè? Dus die mm -hmm. uh, ja, staan wel een paar sterke ploegen tegenover. Dus ik hoop mm -hmm. dat die voor eigen volk uh, niet één keer, maar duizend keren boven hun eigen gaan uitsteken. Uh, en dat die inderdaad, ja, kleuren voor België, de eerste keer kan ook speciaal zijn. Hè? Mm -hmm, dus, mm. Ik ga het eens dus even het aan, mijn, uh, aan mijn gasten vragen hier. Um, hebben jullie die Belgische aflossingsploegen kans op een medaille? Of denken jullie dat ze net te licht zullen wegen? Ik denk dat het net iets te licht zal zijn, maar ook vooral door de reden dat Stijn net zelf heeft gezegd. Um, ik denk dat de, het eerste of de eerste twee jaar, hè, zonder afbreuk te doen aan, aan Stijn en de, en de anderen natuurlijk, dat dat niveau misschien een klein beetje minder was dan nu. Um, je ziet dat nu ook bij een, een 4x100, een 4x400. Dat niveau wordt alleen maar beter en beter, gewoon omdat vroeger... Andere landen keken daar niet naar. En ik denk de eerste twee jaar was als een beetje afwachten: wat gaan we doen? Wie wilt er daaraan meedoen? Um, en nu toch het laatste EK vond ik dat niveau, of de naam die toch aan de start stond, dat dat echt wel allee, nog iets anders was dan heel in het begin. En ik denk dat het vooral daarom allee, echt moeilijk zal zijn. Uh -huh. uh, hoe goed dan de, de, de eerste twee lopers misschien ook al zijn dan van, van, van België, van bij mannen- en vrouwen dan toch. En zelfs dan, hè, uh, ik denk dat Elise loopt vier of zoiets op 1500. Ik denk als er een stuk of 10, 12 landen aan de start staan, ik denk niet dat er heel veel vrouwen aan de start zullen zijn die trager lopen dan haar op de 1500. En als ze al trager zijn, dan zijn het waarschijnlijk eerder uithoudingstypes die ook wel een pakje rapper lopen dan haar op de, op de langere afstanden. En ik denk dat, dat, um, ja, dat daarom er niet zo heel heel goed uitziet, maar aan de andere kant. Uh, zoals ik daarnet zei, van heel veel van die landen hebben niet graag moddercrossen. Ja. Veel van die mensen die daar aan de start staan, zijn niet gewend om te crossen. En dat hebben onze Belgische uh, meisjes en jongens, die hebben dat wel. Die zijn gewend van altijd te crossen, ook al zijn ze eigenlijk heel snel op de, uh -huh. op de piste. Dus ik denk dat dat het grote voordeel is, ook het parcours goed te kennen. De meeste mensen weten daar ook wel hoe, dat je, het moet, uh, hoe dat je het moet gaan, gaan indelen. eigenlijk ja, Dus ik uh -huh. denk dat dat wel... Allee, we misschien het thuisvoordeel puur... moeten we uitspelen. Ja, ja het is dat. Ik denk dat we als misschien fysiek net ietsje gaan tekortkomen, kunnen ze het misschien wel goed maken ja, ja, ja. Op, uh, ja. op andere vlakken. En, uh, en misschien ook nog om te zeggen, want dat Stijn net zei, van, hey, ik snap inderdaad, er is al een beetje iets te doen geweest rond, uh, rond Charlotte en zo, maar voilà, ze is tweede, ze heeft het verdiend. Uh, maar ik denk, als ze dit hadden willen, uh, allee, uh, dit probleem niet hebben, weten dat het af en toe is, kan echt slecht weer zijn in België en dat een crosser kan lastig bijliggen, het is een wereld van verschillen, een 2500 lopen of een 1500 meter. Ik denk, uh, Mocht het Hulzout, zelfs met weer en het parcours dat was, uh, mocht het de 1500 meter geweest zijn, uh, dan, had ik, dan hadden we denk ik andere mensen in de toekomst gehad. Hè? En ja, gezien dat het op een EK ook 1500 is, uh, had het toch misschien beter geweest om ook in Hulzout een 1500 uh, te organiseren. Niet voor de rest van het seizoen, want dat vond ik een beetje allee, spijtig of wat belachelijk dat elke korte cross dan ook een, gewoon een sprintcross werd. En ja, dan heeft het was meer duw- en trekwerk als iets anders. Um, dus zo als selectie zou ik het ook gewoon op 1500 houden en dan de rest van de seizoen dat is iets weer om richting, uh, richting 2,5 3, te 3, bekijken 3 kilometer naar ja. volgend jaar. Ja, ja, ja. Uh, Stijn, voordat wij hier uh, zonder jou nog even over het EK gaan praten, wil ik jou toch eens vragen um, ja. hoe het nu met jou gaat. Ik, uh, je had ook een, een marathonplan, maar ik, ik zag dan anderzijds dat je met een kleine blessure zat. Dus ik weet niet uh, hoe het Ja, staat. Klopt, klopt. Uh, ja, man van het, het extreem. Dus ik lig uh, over twee dagen in, onder de nemmerin um, in Aalst in het ziekenhuis. voor een uh, testfractuur in mijn femur uit te, uit te sluiten. Dus uh, ja, het is. Het is ja, daar is het niet aan het. Dus. Uh, spijtig, want ik keek er wel naar uit, want ik was uh, jaar in ging mijn er, hè? paper. Ja, ik ging Valencia lopen, uh, met een eerste marathon uiteraard. Maar uh, ja, de taper was bijna ingezet en ik uh, vond een klein beetje mank. Dus, uh, maar ik heb er nog relatief goede hoop in. Uh, Allee, totdat tot we de uitslag kennen, blijven we positief. Dus, uh, Oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Misschien had ik toch beter mijn spikes aangetrokken voor uh, <laughs> nog even te kloppen. Dat had mij veel miserie in de toekomst dat kunnen besparen, maar uh, ja. Maar ik denk in uh, Brussel gaat op top zijn. Victoria was ook van plan om Valencia te doen, maar die heeft uiteindelijk toch uh, voor de cross gekozen. Dus uh, ze is er wel tevreden over. Dus. Ja, <laughs> ja, meer verstand dan ik waarschijnlijk. Dus uh, ja, ik okay. heb ze moeten bellen. Oké, okay. Stijn, bedankt voor uw tijd. En dan hopen we dat, het, uh, dat die uh, uh, MRI toch uh, ja, meevalt. Ja, merci, merci. En uh, veel succes aan Victoria. En uh, ja, chapeau voor uh, de Pieters aan werken. Mm -hmm. merci. Met de Pieter Jan. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En ja. avond. Ciao. We hebben het natuurlijk nog niet over de lange cross bij de vrouwen gehad op het EK in Brussel. Daar sta jij aan de start. Heb je enig idee waar je kunt uitkomen? Of is dat Rookie in de atletiek wereld, onmogelijk om in te staan. Voilà, ik denk eerder dat laatste. Nee, ik ben echt ja, supernieuw in heel dat wereldje. Natuurlijk, ik, ik wil het wel zo niet nemen als... Ik ga gewoon genieten van de ervaring. Ik wil het ook wel echt gebruiken als een ding van... Hoe sta ik ten opzichte ja, van Europa? Ja, als toerist. Nee, nee. Voilà, ik wil daar niet... <laughs> voilà, als de amateuristische toerist als in Antwerpen wil ik daar absoluut niet gaan staan. Ik wil er wel echt... Goed voorbereid zijn en, en er ook echt uit leren. Um, maar nee, inschatten hoe, dat ik, hoe dat ik daar ga uitkomen, daar durf ik niet geen echte uitspraak kunnen over te doen. Nee. Durf jij dat wel, Pieter, of haar kansen inschatten? Uh, qua plek is het inderdaad echt wel moeilijk om te zeggen. Puur een beetje kijkend naar, naar de, de resultaten van de voorbije jaren, denk ik uh, dat, dat het niveau van, van Hannah van vroeger, dat Hannah af en toe rond die vijftigste plek zat, maar je kunt daar niet echt ja, je kunt niet in de koers beginnen tellen van waar zit ik. Ik denk dat ik hm, gewoon, nee. als ik u zou zijn, een beetje kijken naar uh, de mensen met iets meer ervaring, zoals voilà, uh, ja. Sofie, uh, en, en u daar eigenlijk wat op, uh, op mm -hmm. baseren. En, uh, en dan ziet je wel, je hebt Brussel al gelopen, verleden ja. jaar. Dus je weet al uh, hoe dat parcours een beetje aanvoelt, ja. om het zo te zeggen. Uh, gewoon een beetje naar Sofie kijken in het begin en dan, uh, en dan doorgaan. <laughs> dan, uh, ja. En um, de andere vrouwen, um, denk je dat Lisa Rooms met die drie weken extra in de benen, dus misschien een vrijdag aan jou kan stellen, toch terug eerste Belg kan worden? Of, of denken jullie dat dat per definitie Chloe RP zal worden? Dat vind ik ook weer een moeilijke in het ding van dat Lisa daar ook wel... Denk ik zeker toe in staat is om terug eerste te worden, maar dat dat gewoon een beetje, ja, ik kan dat niet goed inschatten in hoeverre dat die blessure er nog in zit. Maar ik denk wel dat ze wel zelf ook zei, heeft ze ook in haar interview gezegd: van ik had echt heel stout nodig um, voor de voorbereiding voor TK ook. Um, en ik denk als ze nu gewoon terug goed kan doortrainen, dat hij er wel gaat staan, dat geloof ik wel, ja. Allee, door deze wedstrijd te doen, zal ze goed dan ook een grote stap hebben gezet. Ja. Uh, het is nog drie weken. Het zal ook mentaal denk ik wel geholpen hebben dat ze nu weet van dat die kut wel, wel in orde is en dat dat ja. wel goed zal, zal blijven. Uh, en dan tussen de strijd voor eerst een Belg. Goh, ik weet nu niet meer hoe dat Chloe daar al gelopen heeft. Het zal er vooral van afhangen denk ik, hoe dat ze die, die, uh, die, die hellingen zal overleven. Ook ja. al uh, het is heel vreel, maar loopt uiteindelijk toch wel nog vrij vrij krachtig. Uh, en ook het weer, want als het richting 2-3 graden gaat, dan komt Chloe niet aan. Dus, uh, en dan, uh, dan zal ze zeker er, er, ervoor zijn, denk ik. Dus, uh, maar ik denk dat ze hoe dan ook wel al reden. Allez, nu was denk ik 20-30 seconden of zoiets, ja, staat. Ja. Ik denk, ik verwacht ze wel ongeveer bij elkaar. Ja. Uh, dat toch is dat sprak van top 20, um, mm -hmm. allee, waarbij ze er wel meteen bij zei dat, dat, dat ze daar een heel goede dag voor zal moeten hebben. Maar lijkt jou dat een haalbare ambitie? We zou kunnen vergelijken met denk ik twee jaar geleden, uh, met al de commotie rond de selectie. Toen had ze uh -huh. wel mogen gaan en was ze... Vorig jaar. Om... Hè, ze mogen was dat vorig jaar? Twee jaar geleden was Ze uh, zijn er de... geen vrouwen gestuurd. En vorig ah, ja, jaar... Okay. En dan was ze... Toen was ze rond niet, de v... 30, 35, 35, 35, denk ik. 37, maar dat was wel ja. een extreem parcours met die, ja, 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 die hellingen. Ja, dat was natuurlijk. inderdaad wel nee, niet echt heel hard in haar, in haar voordeel. Uh, ik denk dat Lisa een... Allee, zeker de laatste jaren een heel grote stap heeft gezet. Ik uh, weet natuurlijk niet. zat die uh, stap er al in toen als het EK cross had gelopen, of is die echt zo op het einde van de winter gekomen. Uh, maar ik denk als je al is 35e zet geweest, moet je altijd op, uh, op meer mikken. En dan een plaatsje of 10, 15 beter. Uh, moet zeker te doen zijn. Zeker rond die plaatsen. Ja, dat is misschien een kwestie van, van 15, 20 seconden, wel echt niet zo, niet zo heel, heel veel is. En, mm. En zelfs zeker, allee, puur gebaseerd op pistetijden, ook al wil dat niet, niet niks zeggen, uh, begint ze toch wel in de buurt te komen van, uh, van Louise en zo. En ik denk dat Louise op haar best rond, de tiende, twaalfde, ja. Ja, Carton, uh, rond de tiende, twaalfde plaats of zo ooit is geweest. Uh, ja, het is uh, zoals altijd. Dag zelfs, afwachten en, uh, en zien hoe dat gaat. Maar in elk geval, wat ze ook doet, allee, je weet dat ze redelijk wat heeft gemist. En, dat ze wat ze ook gaat doen, dat ze hoe dan ook nog beter kan in de, mm -hmm. in de toekomst. Ja. Dus uh, dan ziet er goed uit. Er zijn ook vier um, jeugdwedstrijden op dat EK, waarin alle vier wedstrijden zes Belgen aan de start staan. Is er daar nog een naam waar jullie iets van verwachten? Of? Uh Jij ja, misschien Charlotte Penneman als treinersmeisje. Uh, ja, ja Charlotte Penneman is, is, is ongelooflijk bezig. Hè. Ja, ik, zie die ook, alleen, ik zie ze nu ook heel veel in Leuven bezig. Ook, en dat is ongelooflijk dat. En die is ook zo mentaal sterk. Ik versiet er echt van... Alleen, zeker omdat ik ben ouder dan zij. Uiteraard veel minder ervaren in alles. Maar dat is, ja, ik kan daar nog keihard van leren. Zeker op vlak van mentaal. Hoe dat die voor een wedstrijd staat. Kunt u dat, die heeft, dat lijkt dat die absoluut geen stress heeft. Hè. Die mm -hmm. is daar zo chill in. Um, dus ja, ik verwacht daar ook nog wel dingen van uh, zeker nog, zeker ook in de toekomst zeker, maar ook nu het EK ik denk dat hij dat heel goed gaat doen uh, als ze gewoon gezond kan blijven en blijft trainen zoals nu staat hij er heel goed voor mm -hmm. ja, dat geloof mm -hmm. ik wel jij nog namen Pieter, die we in de gaten moeten houden bij de juniors gaan we medaille pakken voor het broersklassement ja, ja. <laughs> broers <dan. laughs> uh, uh, ja nee, van junioren uh, dat volg ik eigenlijk amper of ken ik eigenlijk niemand, maar ik vond het wel leuk dat er uh, drie broers uh, ja, ja. zich kunnen secteren ik denk die uh, uh, Senioren mannen, vijf van die zes hebben al in, internationale ervaring. Ja, ja. dus dat is wel, een, een dat is wel denk ik een goede ploeg. Hè. De, de, de mannen van Herve, uh, ja ik ken, eigenlijk ken ik ze wel toch een beetje. <laughs> uh, goed gelopen op 1500, kunnen ook goed overweg in het veld. Uh, de broers ken ik eigenlijk veel minder, uh, maar we waren ook vooral op 1500 bezig. Dus ze al een beetje kijken, van kunnen ze die afstand uh, goed aan ten opzichte van de anderen. Uh, en zeker bij de mannen, bij de junioren. Als je goed zit in België, kun je ook vaak nog mee van voor. Dus ik zie daar eigenlijk wel allee, ja. nog iets, uh, iets moois van, van komen. Bij de vrouwen daarentegen, bij de junioren, is het heel moeilijk om echt van voor mee te spelen. Gewoon in sommige landen wordt er echt ja, zot getraind van bij de jeugd. Uh, als je ziet Engeland, ik denk op TK in Brussel toen in 2008, dan zei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 waren. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is, dat is echt heel moeilijk om daar van voor mee te strijden. Niet onmogelijk, maar, maar het is te doen. En ik uh, denk ook niet dat we iets hadden gezegd van belofte, denk ik. Maar ik vond Jorik wel heel sterk ja, Jorik in, uh, ja. uh, in Huls uit en die kan ook goed overweg met parcours in Brussel. Ja, ja, ja. Als je doorrekent als je denkt of weet dat. Alle vier van de eerste Belgen top 10 kunnen bij de senior. En ik zit er een half minuutje, mm -hmm. 40 seconden achter. Dan zit ja, je redelijk vooraan uh -huh. uh, bij de belofte. Dus uh, ja. het zal zeker niet met het landenklassement zijn, daar vrees ik. Maar nee. individueel kan die wel, uh, denk ik, toch wel dicht zitten. Met belofte vrouwen is Jana lente een beetje het speerpunt. Hè? Ja. ja, niet normaal. <laughs> ja, dat, is, uh... dat was echt roestelaars. Ik zag die voorbij vliegen. En ik dacht echt: wat is er hier gebeurd? Dat was. Echt tot, maar ik vind het daar allee, echt super hard gegund, hoe dat hij dat doet. Um, dat is ja, ongelooflijk. En nu ook met Hulst hij ook, heeft het weer bewezen hoe, hoe in vorm dat is. Ik denk dat dat ja, ook weer nu voor het IK-belofte, uh, dat hij dat ook wel echt weer heel goed gaat doen. Mm -hmm. ja. Mijn laatste vraag is voor jou, Victoria. Heb je een supportersbus ingelegd? Of hoeveel mensen komen er uh, supporteren oh, ja. in Brussel? <laughs> ja, ja, zelfs nu hulpst, had ik ook echt al heel de, de familie en zelfs wat vrienden en collega's uitgenodigd. En ik verwacht wel dat die er zeker in Brussel wel zullen bij zijn. En okay. hopelijk nog meer volk, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Okay. ja, dat wel. Geniet ervan, zou ik zeggen. Het zal een heel dat bijzondere ervaring worden. Ja. Dat gaat zeker lukken, dankjewel. Oké, okay, succes. En Pieter, voor jouw uh, succes als coach uh, op het EK. Dankjewel. Maar ik loop een dag ervoor. Dus. Juist, jij ah, loopt het BK uh, ah, nou, Masterclass. Spijtig nee. genoeg. Ja, dus hey, voor de ik de winst. het parcours een beetje ompluggen ja, ja. en dan, uh, dan komt hij in orde. Ga hey, voor de winst? Dus, uh, altijd. <laughs> Oké. <Okay>. Geen idee. <laughs> ik weet niet wat dat die mannen kunnen. <laughs> ik niks, dus voilà. Okay. Bedankt dan voor kom. jullie komst. Dankjewel, dat mocht je